Ga jij als jurylid bij een Survivor Run helpen? Of overweeg je dit te doen? Dan is dit filmpje voor jou. Wij gaan je vertellen wat je zou kunnen doen en hoe je dit zo goed mogelijk kan gaan doen. Een Survivor Run is een hardloopwedstrijd waarbij de deelnemers een parcours moeten afleggen, wat gevuld is met een groot aantal hindernissen. Als jurylid sta je bij een van deze hindernissen en zorg je ervoor dat de deelnemers de hindernissen op een correcte manier uitvoeren. Dit maakt jou onmisbaar bij een Survivor Run. Jij vertelt de deelnemers wat ze moeten doen en let erop of de uitvoering correct is. Zo verloopt de wedstrijd op een eerlijke manier. Oké, groen. Daar swing over, daarna rechtsaf naar de brug. Zwart, twee swing overs, één stijgenbuizen, daarna brandwisselang. Mocht een deelnemer de hindernis niet halen vanwege bijvoorbeeld een foutje of vanwege vermoeidheid, dan mogen zij de hindernis net zo vaak proberen tot ze hem wel halen. Yes, hier lussen onderlangs over de laatste balk en dan rechtsaf. Oh, nummer 622. Opnieuw, achter de lijn beginnen. Kom op, hè. Zet hem op. Oké, kom maar. Deze kant op. Touw zijwaarts voor de lijn afzetten. Oh, stop. Voor de lijn en terug. Voor de lijn starten. Ja, touw zijn. Dit is... Ja, gaat goed. Over de lijn, pas door. Ja, mooi. Laatste touwtje. Oh, ja, stop. Nummer 123 terug. Hier weer aan het begin starten. Als een deelnemer echt niet meer kan en besluit op te geven, dan is het jouw taak als jurylid om een bandje, wat ze aan het begin van de run hebben gekregen, in te nemen. Oké, blijf proberen. Ga door, kom op. Ja, dit is goed. Alleen als de deelnemer zelf aangeeft de hindernis echt niet meer opnieuw te willen proberen, dan mag jij als jurylid het bandje innemen. Dit is goed, klemmen met die benen. Ja. Kom op. Nee. Oké, nog één keertje dan. Nee, echt niet. Weet je het zeker? Dat doe je door het lipje aan de onderkant te pakken. En je trekt het bandje zo van de pols af. Oké. Helaas. Wij noemen dit filmpje Ode aan de juryleden. Dat komt omdat zonder juryleden Survivor Run niet kan bestaan. Naast dat Ode een mooi gebaar is aan de juryleden, zit er ook een verborgen boodschap achter. Dit is wat wij verwachten van een jurylid. De O van Ode staat voor oplettend. D voor duidelijk. En de E voor enthousiast. Voor elk van deze punten geven we een aantal don'ts, maar vooral ook een aantal do's, wat jij als jurylid juist wel moet doen. Oplettend, de deelnemers lopen een wedstrijd. Elke seconde telt. Als jij als jurylid niet oplet, kost dit onnodige tijd voor de deelnemers. Wat je juist niet moet doen, is op je mobiele telefoon bezig zijn. Wat moet ik doen dan? Ja, eroverheen. Ja, en dan? Wees daarentegen juist alert in de richting waar de deelnemers vandaan komen. Yes, deze kant op, hier overheen. Wat je niet moet doen, is focus op één atleet. Hey, hoe is het? Ja! Oh, je hebt mooie schoenen, zeg. Nou, je hoeft niet zo heel ver meer, hoor. Daar een koprolletje. Oh, ja, koprolletje daar. Ja. Oh, ja, je bent er ook al. Lekker, zeg. Houd daarentegen overzicht over de gele hindernis. Oké, deze kant op. Ja, komt u maar. Groen, er overheen. Rood, onder de balk door. Apenhang onder het net. Yes, gaat goed. Eroverheen. Ja, groen bovenlangs, heel goed. En gaan we door. Yes. Als jurylid wil je niet weglopen wanneer een deelnemer een hindernis uitvoert. Ja, deze kant op. Over de balk heen. Apenhang. Eroverheen. En apenhang. Je wil juist zorgen dat je de uitvoering van de atleet kan controleren. Nee, apenhang, apenhang, onder. Ja, heel goed. Dit is goed. De D van duidelijkheid. Ook onduidelijkheid kan veel tijd kosten en frustratie opleveren bij de deelnemers. Wat je niet wil doen, is achter een hindernis gaan staan. Ja, heel goed. Deze kan op voor de lijn afzetten. Tel me zijwaarts. Yes. Mooi. Oké, op de halve regel. Op de helft. Heel goed. Twee touwtjes nog. Over de lijn. Over de lijn. Ja, deze kan op. Heel goed. Wat je juist wel wil doen, is strategisch staan. Je verdeelt je met verschillende juryleden over de hindernis. Je wil als jurylid geen langdradige uitleg geven. Hé, hey, hoe is het? Ja, je mag hier zo klimmen. En daarna mag je een koprol maken. Of je mag je handen natuurlijk lekker gebruiken. Ja, dat mag. Ja, dan kun je daar via dat net kun je dan zo doorklimmen. Daarentegen, wees in je uitleg kort en wees op tijd. Yes, groen. Touw swing over, daarna rechts.
naar de brug toe. Een valkuil van een jurylid is een zachte stem gebruiken. Yes. Nee, niet eroverheen. Daar, die kant op. Ja. Gebruik daarentegen een duidelijk en krachtige stem. Oké, heel goed. Deze kant op. Over het net heen. Ja. Het is als jurylid erg belangrijk dat je aangeeft waar de hindernis eindigt en waar de atleet naartoe moet lopen. Over de lijn, pas door. Ja, deze kant op, linksaf, naar de ringen. Naast het zorgen voor een goede uitleg is het erg belangrijk dat je als jurylid enthousiast bent. Door jouw enthousiaste houding zorg je ervoor dat de deelnemer de wedstrijd op een speciale manier ervaart. Kom op, hè, zet hem op. Heel goed, hou vol. Klasse. Je kan natuurlijk ook iets te enthousiast zijn. Ja, kom maar, deze kant op, touwtje, zijwaarts, kom maar. Ja, erin. Oh, gaat goed. Ja, mooi. Yes, ja, maakt niet uit. Je hebt er nog. Ja, en door. Het is goed om mensen aan te moedigen, maar zorg ervoor dat je niet met één atleet bezig bent. Bij een survivor run is het niet toegestaan om wedstrijdatleten te helpen. Zij moeten de hindernis zelfstandig uitvoeren. Ja, gaat goed. Oh ja, weer erin. Yes. Laatste hindernis. Dus, even kort samengevat. Als hindernisjury ben jij verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de hindernissen. Daarnaast zorg jij voor een unieke beleving van de deelnemers. Hierbij is het belangrijk oplettend, duidelijk en enthousiast te zijn. Ode aan de juryleden. Hopelijk heeft dit filmpje jou een goede indruk gegeven wat we van een jurylid verwachten. Juryleden zijn onmisbaar bij een survivor run. Mocht je nou survivor runs lopen, maar nog nooit een jurylid zijn geweest, meld je een keer aan. Zo kun je een keer in de schoenen kruipen van een jurylid. Voor wedstrijdorganisaties, voel je vrij om dit filmpje te delen. Dit kan jullie juryleden een impressie geven wat zij kunnen verwachten tijdens een van jullie runs. Als jurylid heb je dit filmpje nou bekeken en weet je nog niet precies wat de bedoeling is? Ja, kijk dit filmpje dan gewoon opnieuw. Daarnaast, mocht je het nog niet gedaan hebben, subscribe even op onze pagina. Gooi een duimpje omhoog en plaats eventueel een reactie wat je hiervan vond. Dit helpt ons enorm. Wij zien jullie in het volgende filmpje. Later. Dit is ondertussen al take 75. Maar dat maakt niet uit. Ik zorg gewoon dat er voor jullie een prachtige tape op staat.